Bij gevaarlijk weer worden er waarschuwingen uitgegeven. En dat doen we aan de hand van kleurcodes. Geel, oranje en rood. Een waarschuwing wordt uitgegeven wanneer verwacht wordt dat het weertype limieten gaat overschrijden. Er wordt een waarschuwing uitgegeven wanneer meteorologen verwachten dat de kans dat de limiet overschreden wordt minstens 60% is. Er is een hele rits aan weertypen waarvoor je gewaarschuwd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan zware regenval, gladheid, sneeuw, onweersbuien, windstoten, dichte mist, temperatuur of water- en windhozen. Allereerst heb je code geel. En deze code komt relatief vaak voor in Nederland. Het betekent zoiets als: wees alert, want er kan gevaarlijk weer voorkomen. En dat is vooral handig wanneer je onderweg bent. Code oranje geeft aan dat er kans is op gevaarlijk en extreem weer. De kans op letsel en schade is best wel groot als je in dit weer terechtkomt. Dus wees erop voorbereid dat je dag er anders uit kan gaan zien. En tot slot code rood. Dat noemen we ook wel het weeralarm. De verwachting is dan dat het weer een enorme impact heeft op de samenleving. Er kunnen zich zoveel problemen voordoen dat we spreken van maatschappijontwrichtend weer. Zorg er dus echt voor dat je niet in dit weer verzeild raakt. In Nederland worden waarschuwingen per provincie uitgegeven. En dat is soms heel lastig, omdat verwacht weer heel lokaal kan zijn. Lees daarom altijd de waarschuwingsteksten, want daarin wordt in detail getreden. Waarschuwingen zijn er dus om jou te informeren over slecht weer. En zo kun jij beter anticiperen op slechte weersomstandigheden. En dat is wel zo veilig. Maar bedenk, verreweg het grootste deel van de tijd is het code groen. En hoef jij je helemaal nergens zorgen over te maken.